Baldur's Gate 3 is op dit moment mega populair. Het is tot nu toe de hoogst scorende PC-game volgens Metacritic aller tijden. Voor nieuwe spelers kan het nog best een lastige game zijn om in te stappen. Wij hebben dus een handjevol handige tips voor je om te beginnen aan je epische reis door het land van Faerûn. Tip 1. Hou het simpel. Baldur's Gate 3 is een complexe RPG met heel veel klassen en rassen. Je kunt echt van alles maken en we gaan je dus ook niet voorschrijven als wat voor personage je nou moet spelen. Dat laten we helemaal aan jou over, maar toch zijn er wel bepaalde klassen, zoals bijvoorbeeld de Druid of de Wizard, die wat lastiger zijn om te spelen als je een beginner bent. Als je alles makkelijk dood wil slaan zonder al te veel na te denken over bijvoorbeeld magie, kies dan zeker een Fighter of een Barbarian. Als je toch liever een beetje magie wil hebben, neem dan een Paladin of een Warlock. Deze zijn iets minder simpel dan de Fighter of de Barbarian, maar je hoeft er gelukkig ook geen ellenlange handleiding voor te lezen. Tip nummer 2. Advantage en Disadvantage. In Baldur's Gate 3 zie je vaak de termen Advantage en Disadvantage. Deze termen komen uit Dungeons & Dragons, het tabletopspel waar de regels van Baldur's Gate 3 op gebaseerd zijn. Voor alles wat je doet in D&D, en dus ook in Baldur's Gate 3, rol je dobbelstenen om te zien hoe groot je slagingskans is. Advantage houdt hierbij in dat je met 2 dobbelstenen rolt en de hoogste uitkomst telt. Disadvantage werkt hetzelfde, maar eigenlijk ook weer niet, want daarmee pak je juist de laagste uitkomst. Of je advantage of disadvantage hebt, hangt een beetje af van wat je doet. Als je iemand met een boog beschiet vanuit de schaduw, heb je waarschijnlijk een advantage. Tenzij je de high ground hebt en de zon vol in je ogen schijnt. In dat geval heb je waarschijnlijk juist een disadvantage. Tip nummer 3. Proficiencies. Je personage in Baldur's Gate 3 kan een heleboel, maar het hangt uiteindelijk af van je class wat je precies kunt doen. Een barbarian kan in zijn blote kont een legertje goblins doormidden hakken, maar een wiskundige formule oplossen zou ik hem zeker niet laten doen. Een wizard kan dikke vuurballen gooien, maar zet hem vooral niet vooraan in het gevecht, want dan is je wizard heel snel weg. Elk personage heeft bepaalde armor proficiencies, zoals light, medium of heavy. Als je geen proficiency hebt met een bepaald type armor, moet je daar niet te veel van verwachten. Een monk in heavy armor gooien is bijvoorbeeld echt geen goed idee. Check dus altijd even dubbel of er een melding bij een wapen of armor piece staat die claimt dat je in dat soort gevallen geen proficiency hebt. En dan tip nummer 4, save vaak. Zorg dat je regelmatig je game opslaat. Baldur's Gate 3 is moeilijk en gevaar kan zich overal voordoen. Het is absoluut niet gênant om vaak dood te gaan, maar het is gewoon best kut als je 3 uur speeltijd kwijtraakt omdat die rat die je wou vangen net een 20 rolt om jou te doden. Met de F5-toets kun je quicksaven en je meest recente quicksave laat je met de F8-toets. Geloof me, je zult ons dankbaar zijn. En tot slot tip nummer 5, actions en spelslots. Wanneer je iets doet, zoals aanvallen, verbruik je een action. Elk personage heeft minstens 1 action point en 1 bonus point. Deze gebruik je om bepaalde acties uit te voeren in combat. En elke ability laat je zien of het een action point of een bonus action gebruikt. Als je op het groene cirkeltje klikt, kun je alle actions bekijken. Als je op het oranje driehoekje drukt, zie je alle bonus actions. Mocht je als een magisch personage spelen of een magische companion hebben, dan krijg je ook te maken met spelslots. Spelslots zijn te vergelijken met magische kogels. Je hebt er een paar en als ze opraken, kun je dus geen magie meer gebruiken. Als je een long rest doet, dan krijg je ze weer terug. En een warlock krijgt ze specifiek terug op een short rest. Spreuken die geen spelslots gebruiken noem je cantrips. Die kun je lekker spammen zonder dat je spelslots opraken. Spelslots hebben allemaal een bepaald level. Een spel moet altijd worden uitgevoerd met een spelslot van minstens evenveel levels. Je kunt bijvoorbeeld een level 2 spreuk met een level 3 spelslot gebruiken, maar niet andersom. Als je op de verschillende blauwe cirkeltjes drukt, kun je per level de spreuken zien waar je nog spelslots voor over hebt. Zo, met deze beginnerstips ben je helemaal klaar om aan de slag te gaan met Baldur's Gate 3. Als deze video behulpzaam was, deel deze tips dan ook zeker met je vrienden, zodat jullie party onverslaanbaar wordt. Bedankt voor het kijken, vergeet de video niet te liken en abonneer je gelijk op dit kanaal voor meer van dit soort content.